Nee, let's go. Oké. Yo, we zijn er weer. Wat wij vragen? Ik heb een andere vraag. Stel, er zou nu weer zo'n pandemie uitbreken. Ja. En dat wordt een zombievirus of zo. Keihard. Zou je dat overleven? Denk het wel. Waarom denk je wel? Nou ja. Of wat is je strategie? Oké. Ik zit heel even te denken. Hoe realistisch is dat je dan een zombie-outbreak overleeft? Stel, ze zijn zoals... welke zombiefilm heb je gezien of series? Resident Evil. Die ene film met die gast van... Zombieland. Die is al... Ja, ja. Nou ja, überhaupt gewoon, hoe heet het? Breaking Bad, niet maar die andere. Walking Dead. Walking Stel Dead. Stel je hebt zo'n Walking Dead. Ja. Nou, dat heb ik best goede kansen, want ik woon ten eerste op een hooggelegen gebied. Ja. Naast mij zit een supermarkt. Ja, maar je moet ook rekening houden met mensen. Ja, ja, ja. En nu komt het allermooiste. Ik woon in de buurt van een eiland op het water. Ja, dat is waar. Ik woon naast een haven waar boten zijn te vinden. Nou... Ik moet dus eigenlijk leren hoe ik groenten verbouw. En dan kom ik een heel eind. Oké. Dus de zombies zullen niet het probleem zijn. Maar vooral de mensen om je heen zullen het probleem zijn. Met wie ben je het meest hecht? Noem twee personen. Merel. Nee, man. Hoe groot is je vriendengroep? Dus zeg maar je echte vriendengroep? Ja, weet ik veel. Mijn schoonfamilie. Okay. Wel heel chill. Jij bent heel chill, mijn beste vriend. Van al die mensen die je nu kan bedenken, ja? Wie zou je wel meenemen en wie niet? En waarom niet? Merel. En weet niet. Ja, denk dat Merel meeneem. Want nice, dat was een goede quickscope. Hoe minder mensen er mee gaan, hoe minder mensen die kunnen verraden. Ja, dat is waar. En ik denk dat je heel langzaam daar... kijk, hoe chiller jouw omgeving is... Hoe makkelijker het is dat mensen jou gaan besodemieten ook. Maar ook in moeilijke situaties, weet ik veel. Even iets bedenken hoor. Even kijken of hier nog wat zit dat ik nu alvast kan killen. Nee. Okay, kom ik zo op tegen. Ja. Ja, ik weet niet. Ik denk dat meer mensen slim is. Maar ook het risico meer vergroot. Dus misschien inderdaad moet je één iemand meer meenemen. Mijn broer. I love you mama, maar ik denk niet handig is of haar mee te nemen. Maar ja, mijn moeder is gewoon wat ouder. Hè? Zombie outbreak, survival of the fittest. Ook met vindingrijken. Nou, dat je dingen kan bedenken, weet ik veel. Die zorgt voor ons, zeg maar. Ja. Ik vind het echt lastig om dan iemand van uit te kiezen. Mijn schoonvader is wel handig. Als hij een zombie wordt, hij kan niet zo snel rennen, denk ik. Dus... Ja, ik weet niet. Als ik dit zou doen... Dan zou ik dus heel zakelijk het gaan aanpakken. Als ik deze keuze van voren kan maken. Want ja, uiteindelijk... Ja, heel lullig hoe ik erover denk. Maar als ik het maar overleef, jongens... En de rest, ja, die kan me dan op een gegeven moment vrij weinig nog boeien. Als de wereld toch nog een tering is, dan doe ik het liever zelf, zeg maar. We gaan even iets lezen. Another one dead. How long has it been since I was thrown down here? The meager scraps of food provided in the beginning are gone and they don't give us more. The pains of hunger and thirst are unbearable. Most have resorted to drinking the black water. The first to turn was Hermino. Herminio? He was so weak that he couldn't even walk, but then suddenly became mad. By the time his rampage ended, there were two dead. I think we shouldn't drink the dark liquid. Dear Abelardo has also passed. Though he fought until the very end. The only thing I can do now is honor the bodies and pray that their souls find peace. Oh Lord, why do you test us so? Wat zei je? Stel je zit dan op je eiland. Ja. Hoe welkomend zou jij zijn naar andere mensen? Niet. Die normaal zijn. Niet. Ik ga je sowieso nakken. Ja. I mean, come on. Waarom zou ik die mensen vertrouwen, ten eerste? Ja, dat is een vraag dus. Ja. Ik ja, het lijkt me heel lastig. Alleen maar problemen en meer risico. Ja.
Kijk, laten we niet eens ervan uitgaan dat ik misschien niet alles goed voor elkaar heb. Maar stel je voor, je zit op een eiland met je wifi. Je hebt alles goed voor elkaar. Ja, dat is toch alleen maar voor jou een risico om mensen aan te nemen? Ik kan begrijpen dat mensen vanuit de goedheid van hun hart denken... Ik neem dit persoon onder mij en we gaan met z'n allen de wereld weer opnieuw opbouwen. Maar ik ben niet echt van mening dat als er een zombie-outbreak is geweest... dat de wereld weer opgebouwd kan worden. Wat de fuck gebeurt er dan met Leon? Hij speest, hè? Het is gewoon een beetje aan het spezen. Maar ja, dus... Kijk, je ziet ook vaak in die films... Stel het is een moeder met een kindje. Een kindje van, weet ik veel, 5 of zo. School, man. Ja, oké. Ja. Ja. Ja, wat wil je dat ik daarmee doe? Ja, dat is een vraag dus. De enige zegt ja, heel welkom in. Die gaat het wel onder de hoed nemen. De andere is totaal niet. Nee. Ik vind dat je een treasure bent vergeten trouwens. Oh, shit. Moet ik even gaan halen. En stel je zit in een supermarkt. Op het moment dat de pandemie uitbreekt. Ja. Nou, weet ik veel. Je bent met zo'n 10 mensen daar. Wat doe je? Ja. Blijf eten? Je daar of ga je weg? Nou, ik blijf daar niet lang. Ik heb namelijk maar een paar dingen nodig. Stel het is een kleine Albert Heijn. We moeten nog daar naartoe hier, trouwens. We hebben hier bijvoorbeeld een kleine Albert Heijn. Ja. Nou, dan kan je op zich wel heel lang overleven. Ja, maar daar gaan mensen naartoe, hè? Je bent niet de enige die daar wat van wil hebben. Ja, dat is waar. Maar stel je kan het goed beveiligen. En je zit met 10 mensen daar. Zou je dan nog weggaan of verder? Nou, ik neem gewoon wat spullen mee. En dan kies ik wel, denk ik, snel eieren voor mijn geld. Want ik denk of dat het eiland hier verderop of mijn appartement een betere keuze is. Of hoger of afgezet. Ja. In principe, stel je voor, toevallig is niemand thuis. En al deze. Ik praat wel echt in te veel ideale situaties. Oh, wacht even. Hier heb je die optional boss. Ja, dit is hele optional boss shit. Oh, hier zit dat. Oké. Ga verder. Stel je voor, de hele verdieping is er niet. Dan kan je dus gewoon een lijp penthouse bouwen hier, oh. Ja. En water is niet een probleem, want we zitten aan het water. Je hoeft het alleen maar te filteren. Dus laten we zeggen, de pandemie breekt uit. En we zitten inderdaad hier bij de Albert Heijn. Welcome. Nou, dan ga je naar de Albert Heijn toe. Dan koop je alle... Of koop je. Je neemt het mee. Je neemt alle batterijen mee die je kan vinden. Zodat je stroom hebt. Op draagbare afstand. Je pakt... Verkopen ze powerbanks tegenwoordig bij de Appies? Nee, niet. Tijd denk ik gewoon als losproduct een keertje. Nou, die moet je dus hebben. Echt weinig geld voor mijn gevoel. Je moet even dingen goed gaan verkopen. Dus dat neem je mee. Ik zou vet en houdbaar eten meenemen. Dus spaghetti en dat soort rotzooi allemaal. Maar ook gewoon een blok frituur vet. Ja, tuurlijk. Waar je gewoon eten in kan bakken. Want je moet op gewicht blijven. En je moet gewoon aan je koolhydraten denken. Ja, dan hier naartoe. Nou, je kan langs de ethos trouwens nog om jodium te halen om water te ontsmetten. En medicijnen mee te nemen. Ik denk dat medicijnen echt een groot probleem is die veel mensen zullen vergeten. A deal well struck. Kijk hoor, wat kan ik allemaal nog verkopen? Had je de treasure gepakt? Ja. Wat je nog kan doen in deze game als je max health bent, is gewoon een green, red en yellow herb. Maar heb je gewoon 10k. Ja, dat is gewoon €10.000. Maar mensen kunnen nog steeds dit appartementencomplex gaan inslaan en dan alsnog binnenkomen. Ja, maar ga maar naar de 7e verdieping. Ja, de lift, de trap. Ja, dat is cool. Ja, de hele verdieping is vrij, maar alle andere verdieping dan. Ja, stel de onderverdieping hieronder, heb je wel allemaal mensen, zombies, geïnfecteerd. Ja. Hoe wil je dat gaan afzeilen? Of hoe heet het? Nou kijk, ik denk dat de zombies die we gaan trouwens deze gun even verkopen. De zombies die we kennen uit de zombiefilms die we zien. Op die ene na waar echt zombies in ene super slim en heel hard rennen. Zijn niet zo slim. Ja, maar als we het veel zijn. Ja, maar dat is niet het probleem. Het probleem is, jij vraagt hoe komen ze hier? Ja, wat doe je? Nou, zolang die deur dicht is, dan is volgens mij helemaal niks aan de hand. En naar beneden gaan is denk ik ook niet zo moeilijk. Want we hebben meerdere dekbedden. Dus je hoeft alleen maar heel voorzichtig via de balkonnen naar beneden te gaan. In die laatste verdieping wordt een beetje een uitdaging. Maar dan ben je er wel. You'll be shooting off some nasty fireworks. Een striker. Volgens mij kunnen we een striker niet krijgen namelijk in de game. Hè?
Heb je de serie van The Last of Us gezien? Nee, is die goed? Ik vond hem op zich wel goed. Nice. Het was wel een verandering vergeleken met de... Met de game? Ja. Maar die aanpassing vond ik wel creatief. Je moet die kijken en dan denk ik daar gewoon. Over. Met Outbreak. Right? Oh ja, is goed. Rijden dus zo'n huifje. Als je over een wortel stapt, dan die hele groep zombies kan bijvoorbeeld al weten waar je bent. Oh, dat is wel kut. Ja. If you want a fighting chance out there, you best. Maar het is toch ook een beetje meer het realistische idee van hoe dit soort dingen werken. Ik denk dat. Knife needs care, everyone. See how that feels, man. Come want back. Een zombie outbreak, zoals, want er is de, je hebt zeg maar die mier die geïnfecteerd kan worden door een parasiet. Dat zou een van de meest realistische dingen zijn. Dat wordt gewoon geweaponized. Dan zijn we gewoon allemaal de lul. Daar komt het gewoon op neer. Maar ja, ik denk niet dat het anytime soon zal gebeuren. Zijn die nog gems of zo? What's that? How have we procured next? We zijn nu ons een beetje aan het voorbereiden op de baas. Spoiler alert, er komt een baas. We zijn iets meer voorbereid denk ik dan de vorige keer als ik dit zo bekijk. Ja, veel. Heel meer. We hebben vooral namelijk gewoon blowballs nodig. En dat bedoel ik niet de hoer in Amsterdam, maar gewoon dit. Zeg maar, we kunnen dingen opblazen. Welkom. We moeten even een treasure nog maken. Wat is nou hip om te maken? Volgens mij konden we hier wat mee doen. 2, 1. Oh, we konden die kat doen, dat was het, ja. Oh, dit is misschien wel een goede vraag. Maar wat wou je vroeger worden? En waarom ben je dat wel of niet geworden? En is het realistisch dat we als kinderen... Ja, misschien wel... Ik weet niet of je als realistisch is als je als kinderen dromen. Want dat moet je sowieso hebben. Maar is er niet een bepaald beeld wat heel erg voorgeschetst wordt? Dat je iets moet worden? En volgens mij wordt nooit iemand dat bijna. Ik wil wel sowieso vader worden. Nice! Nou, dat gaat denk ik wel lukken. Langer worden dan mijn kind. Dat is wel een ding. Oh, dat wordt wel... Wou je dat vroeger? Ja, ik dacht echt? Vroeger... Zonder, voordat ik überhaupt een kind wilde, ja? Of vader wilde, werd mij verteld bij het consultatiebureau, bij de GGD en zo. Van, je wordt rond 1 dag. I'll pay a pretty penny. Jokes on you. Ja, precies. En ik heb dus, toen was ik 10 of zo, ze hebben volgens mij goede mannen aangeboden. Oh? Maar ik dacht, ik word 1,80. Dus hoeft niet. Nee. Als ik het wel had gedaan, dan was ik waarschijnlijk lang geweest. Oh, ja. Bizar dat kon. Ja, tenminste hadden ze gewoon aangeboden van joh, wil je daar beginnen? Maar ik had daar helemaal niet bij stilgegaan van joh, ik word gewoon korter. Ik heb ook niet nagedacht van ja, mijn ouders zijn ook kort, ik blijf ook kort. Wat een gek systeem. Ja, dus dat was gewoon één dikke scam. Ja. En later hebben we toen ook nog... Zo'n heel onderzoek gedaan met de rugfoto's, mijn hand en zo. Kijken hoe ver mijn groei was. Mm-hmm. Nou, dat kan nog steeds, maar het is gewoon tante duur. Wat, je kan langer worden? Ja, in principe... Nee, ik weet niet hoe precies het zit. Ik weet niet, Messi had het toen ook gedaan, volgens mij. Ik ben niet meer zeker. Echt? Ja, ik weet niet meer hoor. Misschien dat ik gewoon allemaal dingen inbeeld. Of gewoon uit mijn hoofd haal. Maar in ieder geval, midden in je groeiproces kan het een soort van... blokkers worden aangeboden. Ja. Zodat je groeiproces eigenlijk gestopt wordt. Zodat je langer de periode hebt om door te groeien eigenlijk. Oh, hard. Lijp. Wist je het niet? Cool. Maar dat. En ik wilde... Ik zat toen op karate. Toen wilde ik professioneel kickboxer worden. Maar echt zoals K1, zoals Remy Pojaski en zo. Nou, dat gaat nooit lukken met mijn lengte en zo. Kan wel, maar dan moet ik... naar buitenland en zo gaan, en dat ga ik echt niet doen. Dan ga ik helemaal dood. Echt wel helemaal dood. Waarom ga je dan helemaal dood? Nou, als je ziet hoe hun kickboksen. Ja. Sowieso met mijn gewicht en mijn lengte, dan krijg ik alleen maar zwaardere tegenstanders of langere tegenstanders. Hun reikwijd is veel groter.
word ik gewoon echt gewoon met de grond gelijk gemaakt. Nice. Ja, en tussen Kickbox is niet meer zo groot als toen. Met K1 had je ook echt sumo tegen Remy Bielski bijvoorbeeld. Nou, dan kreeg je echt 100k en zo. Dat heb je nu niet meer. Nu heb je bijvoorbeeld alleen die grote guys zoals Rico en zo. Maar dan moet je inderdaad ook in die klasse zitten. Anders krijg je niet zoveel aanbod en ook niet zoveel bezoekers. Oké. Okay. Ik lees het heel even snel voor, ja? Emergency liquid nitrogen showers. Requested by Isidro Uritra Talavera. Date of installation November 2, 2002. Installation of the liquid nitrogen showers that were requested last month has been completed. Caution. Liquid nitrogen is an extremely hazardous substance. Exposed may cause blindness, frostbite and even death. Handle with care. Goed onthouden. Wat wil jij worden? Maar ik denk dat vooral omdat mijn ouders gescheiden zijn. Ik wou volgens mij denk ik vroeger politieagent worden. Waar ik altijd wel door gefascineerd was, is dat mensen die voor mij geboren zijn, dat het toen heel erg hip was bij heel veel kinderen om cowboy te worden. Echt denk ik, huh? Waarom de fuck zou je cowboy willen worden? Maar ik denk dat het ook een beetje door Hollywood kwam en zo. Ja. Ik weet niet. Ik zou het ook raar vinden als iemand, hoe je het zou willen worden. Ik ben 5 jaar, ik wil advocaat worden. Ik wilde wel op een gegeven moment, nou, dat was wel ouder. Ja? Dat was wel ouder, maar toen wilde ik advocaat worden. Echt? Hard. Maar is vooral omdat ik Suits had gekeken. Ja, ah. Ja, heb je die supergrote advocatenbedrijven en zo. Ja. Dan kan je echt tant veel geld verdienen, maar dat heb je niet zo in Nederland. Niet zo daarna zoals je daar wordt afgedeeld. Nou ja, ik heb wel iemand. Wacht, ik ga dit lezen en dan ga ik daarna verder. Anders staan we te lang stil, vind ik kut. Chronicles of Pursuit 3. May 9 years since mine awakening. Volgens mij hebben we een paar dingen gemist. Maar iemand heeft dus dat soort spel ook opgegeten. En daar gaan we nu heel veel van leren. Upon the release of this valve, black liquid shall enter my veins and circulate throughout my entire body. I expect this will be the most painful experience of my life. I await the trial with great anticipation. It is an honor to suffer through the holy labor of rebirth. The next time I awaken, I will be as a true servant of Master Ramon. I, Isidro Uritra Talavera, make this vow. I will surpass the limitations of man and become a true servant of God. I will find the heretics and serve as their executioner, their vertigo. Nou, vertigo. Wat wou ik nou zeggen? Kut. Advocaat. Ja, daarna Nederland nog iets. Heel groot. Nee. Oh ja, nou, een oud collega van mij. Waar ik ooit van verwacht dat hij de minister-president van Nederland gaat worden trouwens. Want dat wil hij. Die heeft ook, die studeert rechten op de Unie in Amsterdam. En die heeft bij een best wel vet rechtskantoor gewerkt. Of advocatenkantoor in Amsterdam-Zuid. Mm-hmm. En die doet volgens mij ook alle zaken van de staat. Oh, dat is wel leuk. Ja. These people are not right. Dus die heeft echt de meeste vette dingen voorbij zien komen. Notice of power supply. Out of servants appliances. To converse electricity, the power has been turned off for some equipment, including the elevator. Altijd handig dat je lift uitgeschakeld staat. It can be restored by flipping the circuit breakers located at the very back of the laboratory. Want waarom zou je het dichtbij doen? Maar goed, de lift doet het niet. Daar komt het op neer. En de lift is verderop. En wij moeten naar beneden, zo gaan de lift aan doen. Hoe lang is deze 4 uitdaging bezig? Het verhaal? Er is geen 4 uitdaging. Wat er aan de hand is met deze stad? Dat weten we niet echt. Ja, als ik tijdsgebonden zou moeten kijken, denk ik dat het een jaartje of 3 is of zo. Maar dat de buitenwereld daar helemaal niet van af wist. Dus deze mensen hebben. Ga ik wel goed. Ik moet ook leren dodgen. Ik weet even niet welke knoppen dit allemaal zijn. Wil jij boven, links, rechts, midden,
boven, links, rechts, onder zeggen. Ja, ik denk dat deze mensen echt een paar jaar de vrije tijd hebben gehad om gewoon te doen en laten wat ze willen. En dat op een gegeven moment het wel een beetje is gaan opvallen. Oh, kan ik hem nu al doen? Oh, dat is logisch. Ik dacht ook deze deur wou ik eigenlijk openen. Maar er zit iets achter me aan. Is het trouwens niet makkelijk voor je om de PlayStation op te pakken? Ja, maar ik vind de Xbox controle heel lekker in mijn hand zitten. Qua indeling. Ja, nee, gewoon maar... I like my women as I like my controllers, chunky. dat is wel een beetje... Ah, kut. Dit was niet handig. Ik hoop dat die nog herstelt. Die hebben we hard nodig straks namelijk. Oh? Dankjewel dat je recht zei. Misschien dacht je erover, maar... Ik dacht wel heel hard. Recht. Oké, nice. Nou, eind goed al goed, hè? Power is restored. Dus pauze? Ja. Weet je nog wat R1 is? Nee. R1 is de bovenste rechter trigger. Dat is voor parryen. Oh ja, we moeten gaan parryen. Goeie tip, dankjewel voor de tip. En jij moet een beetje mij helpen nog in het begin. Oké, maar goed. Wat zou er aan de hand zijn? Is dit een boss battle of zo? Ja, dit is een boss battle. Het is deze gast. En dat is een van de Ramon's lapdogs, inderdaad. Waar is hij? Ah, ik denk dat hij wel gaat komen. Hallo. Nou, wat mooi. Ik kon dat parryen trouwens. Maar dat is zijde. We gaan hem vooral eventjes opblazen. Hallo? Oh, dit is niet de juiste. Eat this. Eat this. Hoppa. Dus dat is een beetje nu wat we gaan doen. We gaan die gasten killen. Hey. Don't mind if I do. We're playing hide and seek, is that it? Oh, lag daar ook nog een green herb. Ik heb het ook al vaker gezegd, maar dit is eigenlijk misschien wel... ook dat. Maar ik denk dat dit mijn favoriete game aller tijden is. En ik denk dat ik vooral het nieuwste deel gewoon echt een aantal keer moet spelen voordat ik het kan waarderen. Want ik vind de remake tot nu toe niet per se... Hij is graphic mooier, maar ik wil niet zeggen dat hij beter is ofzo. Heb je de DLC al gespeeld? Nee, nog niet. Kunnen we misschien wel even zaterdag doen? Door. Dat is rechts. Nice, dat... Ja. Ik wil eigenlijk, als we zaterdag gaan spelen, wil ik eigenlijk veel dingen proberen te doen op één dag. Ik denk dat we deze game kunnen uitspelen. We kunnen sowieso Zelda uitspelen. En daarna gaan we gewoon verder met Death Stranding. En dan hebben we al heel veel dingen gedaan. Doet deze het weer? Yes. Paniek, paniek. Maar niet thuis. Natuurlijk. Sticky needles. Voor mij kan ik hem ook gewoon knife trouwens. Ja, how hard can it be? Oeh. Kopje erbij! Oké, goed. Ik wou gewoon dodgen. Oh. Ik deed het. Ik wil vooral veel dat explosief nu pakken. Deze die eruit komt. Oh. Oké, ik wou het dodgen, maar of ik wou het niet. Ik deed parry! Het is L1. Oh mijn god. Nee! Nog een keer. Nee! Ik kan het niet doen. Nee! Nee! Ik drukte het te snel in. Wil je naar mijn WhatsApp in 25 minuten? We kunnen daar wel een leuke short van maken, denk ik.
Oh, ik drukte 2 keer op het knopje. Oh, wat stom. Als je 2 keer klukt, hoe heet het, klik? Oh, ja, mag je het niet. Nee, maar als je 2 keer snel start, select en drukt, dan ga je weer terug. Oké, dat komt goed. Kut, sorry. Ik was echt ver, man. Het zijn geen healthbar. Geen healthbar, ja. Ik vind dat zo stom in games. Ja, behalve in bijvoorbeeld iets als Dark Souls, dan snap ik het nog wel. Maar hier, dat is niet echt nodig. Natuurlijk. Je moet trouwens eerst even deze gebruiken, want dan gaat mijn maximum health ook omhoog. Ja. Werkt dit tegelijkertijd? Nice. Dat zag wel even zo. Natuurlijk. Mooi. Ik denk dat die automatisch al weggaat nu hoor. Maar... Oké. Ik vraag me af wie daar van damage krijgt. Ja, goede vraag. Ik weet niet eens of ik genoeg... ik heb wel heel veel mines, maar... Kan ik wel dingen maken. Darts ook. Ah, nice. Moet je wel raken. Ja, dat is wel... vraag wel veel. Ben je iemand die kerst viert? Ik ben normaal gesproken nooit echt kerst geweest. Oh ja. Ik ben Sinterklaas. Jij bent Sinterklaas. Voor de kijkers, ik ben erbij. Over Sinterklaas gesproken, op Curaçao heb je dus, elk jaar kom ik daar opnieuw achter. Heb je dus Santiman? Huh? Ja? Ja. Ja, keihard is dat. Dat is wel echt gewoon zomercarnaval meets Sinterklaas. Oh. Maar ja, als je met Sinterklaas... Ja, dat heb je volgens mij wel eens tegen mij verteld. Maar het is niet ideaal om als kind op Sinterklaasjarig te zijn. Ja, vroeger dus wel. Vroeger wel? Vroeger vooral omdat ik de studie geweest kreeg. Hard. Want kerst ben ik jarig. Maar als mensen, als familieleden ook kinderen hebben, komen ze vaak. Oh. Komen ze vaak niet. Dat is gewoon wel dat een kerst ooit is in elkaar. Oh, dat is wel jammer. Dan moeten we het vaak later vieren. Vroeger ben ik heel heftig een jarig gevoel. Mm-hmm. En mijn oudere broer is met tweede kerstdag. Oké. Vroeger vieren we dat wel altijd, want elk jaar van kerst. Op een gegeven moment was het gewoon 5 jaar dat kerst was minder een dingetje. Ja. De afgelopen paar jaar vier ik wel weer echt. Gaan we ook met een grote studio, gaan we dat gewoon echt doen. Oh, dat is wel leuk. Surprise, een soort van doel. Ah, hard. Die denken dat je voor elkaar halen. Wel. Onder een bepaald bedrag. Wat is het bedrag wat je uitgeeft normaal gesproken? Ja, ik probeer sowieso rond de 50, 60 altijd wel te zitten. 50, 60 euro? Niet voor iedereen, hè? Oh. Voor iedereen een apart cadeau, maar... Gewoon in totaal? Bij... Ja, oké. Okay, ja. Maar 100 voor iedereen, 20 euro uitgeven is ook wel goed. Niet per persoon 100 euro, echt niet. Nee, dat is wel... Dus, oh, lijpe toekomst. Dief op! Laat me gewoon mijn ding doen! Hoe moeilijk is het om te luisteren een keer gewoon? Godverdomme, man. L1. Niet L1, gewoon. Oh. Er zit ook een explosief hier, hackers. Wat doe je? Kom dan! Kom! Kom! Hoe ga je stoer doen tegen mij? Oh. Ik ben hier, ik juke op je. Kom, kom. Hier, bitch. Bitch boy. Nog een keer. Ga je gewoon knifen. Ik ben helemaal zat.
deze man denkt echt dat hij gangster is. Vraag me af. Wil je 30 na mijn stuur? Kut, ik let niet op. Is goed. Wat vroeg je af? Of iemand hem dus kan doden met alleen Perry. Als je alleen maar dat gaan we dus nu doen. Want deze man denkt dat hij Gucci Gang is. Oh, dat is hij wel een beetje, hoor. Maar dat is hij dus... Oh. Houd je bek. Ik heb echt zoveel health ook gewoon. Dus. Even 4 kogels zo. Hop, hop, hop. Dat is allemaal los. Dit duurt best lang. Ja. Hij doet echt stoer. Wat hadden we het nou over? Over Sinterklaas? Oh ja, 100 euro. Kerst, ja. Kerstvieren. Ja, ik vind kerst op zich altijd wel leuk gewoon. Ik weet niet. Maar de afgelopen jaar doen we het dus wel elke keer. Ja. We doen nu ook in november dan Thanksgiving vieren we ook. Vieren we niet, we gaan gewoon eten. Mm-hmm. Maar dan maakt het wel veel later. Dat is wel hard. De lift is er trouwens. We hebben ook een keertje die Friends moois mee gemaakt. Wat? In Friends. Ja. Dan heeft hij een bosje van een gegeven moment een leftover sandwich. Ja. Dat noemt zich een moois maker. Oh. Daar doe je zeg maar alle stuffing, cocoon en al die dingen over die mensen kunnen horen. Oh, dat interessant. Dat is echt super. Nou, dat klinkt wel lekker. Het is alleen echt heel vullend, dus ik kreeg meestal maar de helft. Oh. Dat is op zich wel een vet idee. Oh, en deze is een moist maker omdat er dus één sneetje brood in zit. Die is dus in Gravy the Shoe gedaan. Oh, hard. Zodat die nog wel moist is. Ik ga even hier weg. Ik ben een beetje bijgekomen. Ga gewoon vissen of zo, weet ik veel. Oh, nu kan ik niet meer parryen. Maar ik kan wel resources maken. Oh, wat ik wel echt zou willen veranderen in deze game, dat ik start en select kan omdraaien. Kan je dat niet dan? Nee. Volgens mij niet. Heb je ooit de Last of Us gespeeld? Nee. Nooit gedaan. Eigenlijk is Grounded. Die? Die moet jij spelen op Grounded. Wat is Grounded? Grounded is de moeilijkste die we hebben. Oh, hard. Daarin zei je... en resources zijn best wel schaar. Shit. Moeilijker dan realistisch. Zeggen. En je hebt ook een permadeath nodig. Je hebt een wat? Permadeath. Oh, dat is wel hard altijd. Maar die kan je dus ook inzetten dat het per chapter is. Voor een game. Oh. Alleen voor die. Dat is interessant. Ik had allemaal verwacht dat het wel een stukje makkelijker zou zijn, maar op zich, we zijn bij het laatste deel. Als hij nu niet dood is, dan wordt het gewoon weer lastig. Maar ik heb nog wel wat shotgun shells, laat ik die even snel fixen. Die deden wel aardig pijn bij hem. Oké, we gaan hem niet melee'en. Weer dood? Nee toch? Dief even op man. Wat kunnen we nog doen? Heb je geen ammo meer? Niks. We kunnen wel flash grenades maken, dat is op zich wel fat toe. Je hebt toch een bolt? Ja, één bolt. Het zou wel hard zijn als je die met één bolt van die bolt gaat. Dan kan ik beter kogels gebruiken, ik denk dat die meer damage doen. Ik heb hier nog 6 bolts in zitten.
ik zit een beetje vast, man, nu. Oh, ik dacht dat hij nog wat lag. Hij denkt wel echt dat hij stoer is. Ja. Het is allemaal WGL. Ik zag me struggelen. Ik weet niet, zouden ze toch rechargen dan? Ik denk het niet, ik heb die ene gang. Ben je die gewoon vergeten? Bij die vorige gameplay, ja. Daar werden ze niet opgevallen. Nee, toch? Ik kom even kijken. Nee. Oh? Oh, hij is dood. Haha! Is boy? Ja, hier. My suck my balls. Nou, gold monocle en bolts. Oké, jongens, bedankt. Dat was hem. Dit is nou hoe je in stijl niet wint. Een video eindigt. Een video eindigt. Doei!